Dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Rohit en vandaag heb ik een hele speciale video voor jullie. Dit gaat wel een korte vlog worden, maar ik ben pas begonnen met kickboksen. En ik ga jullie eigenlijk zo'n klein beetje wijzen waar ik train, wie mijn coach is, de jongens met wie ik train. Dus het gaat een hele speciale video worden. Ik ga niet echt kunnen filmen hoe ik spaar en hoe we echt aan het trainen zijn. Maar omdat ik voorlopig niemand heb die voor me kan filmen, maar... Ik ga jullie wel zo'n beetje laten zien de ruimte waar ik train en wie mijn coach is. Gewoon een kleine kennismaking. En kijk alsjeblieft niet naar mijn kapsel, want ik ben heel erg lang niet naar de kapper geweest. De laatste tijden train ik veel. Naast kickboksen doe ik ook gewoon krachttrainingen. Dus ja, ik ga jullie zo'n beetje kennis laten maken met mijn crew. Zoals jullie net kunnen zien, aangekomen bij Simpson Gym. Ja mensen, en ik train bij Simpson Gym. En ik moet jullie een klein verhaal vertellen. Ik wou eigenlijk sinds heel erg jongs af al vechtsport doen. Het mocht eigenlijk nooit van mijn ouders. Maar toen ik 19 jaar was, was ik naar een kickboxschool gegaan. En daar had de trainer tegen mij gezegd van, hey, 19 jaar, je bent nu te oud om een vechtsport te doen. Dus daar was ik echt teleurgesteld. Daar had ik het gewoon gehouden op in de gym, gewichttrainingen. Maar na een aantal jaren begon ik... Meneer Simpsons, zijn TikToks te zien, zijn motivatiespeeches. En toen had ik een collega die eigenlijk ook hier traint. En toen zei ik mijn verhaal eigenlijk aan hem. Dat toen ik 19 jaar was, zei die coach dat ik te oud was. Dus dan zei hij van nee, dat is niet waar. En toen ben ik naar hier toe gekomen en heeft de coach me gewoon gezegd van nee, dat is helemaal niet waar. Je kan gewoon trainen, ook al ben je 26 jaar, maakt niet uit. Je kan alsnog beginnen. Dus ja, ik ben... eindelijk hier begonnen. Het is eigenlijk sinds altijd mijn droom geweest om te kickboksen. Dus ja, ik ben heel erg blij en ik ga jullie gewoon een klein beetje laten zien hoe het binnen in de gym is. En ik ga jullie kennis laten maken met mijn coach en met mijn groep. Dus genieten jullie gewoon van deze beelden. Ja, en vandaag is gewoon eigenlijk een klein beetje een chill dag in de gym. We gaan gewoon normaal trainen en daarna gaan we gewoon wat lekker eten, drinken, een filmpje kijken in de gym. Dat is wel tof. Maar het is een soort van, een klein beetje een teambuilding. Omdat maandag is een nationale vrijdag hier in Suriname. Maandag is Diwali. En dan gaat de gym gesloten zijn. Dus we gaan vandaag, is zaterdag, dus we gaan vandaag trainen. En na trainen gaan we gewoon een beetje chillen in de gym met elkaar. Eten, drinken, filmpje kijken. Het gaat gewoon top worden. Ja mensen, dit is zo'n beetje de gym. Hier sparen we. Bokzak. En ik moet je iets heel erg speciaals wijzen. En dat is mijn droom. Het zijn de belts. Eén ding beloof ik mezelf nu in deze vlog. Jullie gaan me zeker één dag in de ring zien voor een belt. En ik ga het zeker winnen. En daar is de crew aan het chillen. Dames en heren, nu hier ben ik met niemand minder dan mijn coach. Coach, wat wijze woorden. Wijze woorden. Een wijze man weet dat hij weinig weet. Dat is wat. Beter dan dat kan het niet. Dames en heren, dit is een van de strijders. Strijder man, broer. Strijder. Dat is fit, man. Dames en heren, dit is het einde van deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten ervan. Ik heb jammer genoeg dit keer geen lange video geüpload. Maar ja, ik dacht liever upload ik iets kleins dan gewoon een hele lange tijd niks. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Hopelijk hebben jullie van de
gymbeelden genoten. Ik kon jammer genoeg nog niet filmen hoe ik ging sparen, want ik had niemand om het te filmen. Maar ja, vandaag hadden we een hele goede workout gehad. Na de training zag je de beelden. We gingen gewoon even in de hoek chillen, lekker eten. Normaal zouden we maandag trainen, maar omdat maandag Diwali is, het is een nationale vrije dag hier. Dus we hebben vandaag, is zaterdag, we hebben vandaag getraind. Sowieso een dikke SO naar mijn coach. Checken jullie hem. Ik ga zijn Insta-link en zijn TikTok-link in de bio zetten. Volg hem. Na deze clip ga ik een foto in beeld zetten. Maak een screenshot en deel dit zoveel mogelijk met iedereen. 9 december is er een wedstrijd. Ik ga nog niet vechten. Ik ben pas begonnen. Maar mijn gym en een aantal sportgymmen gaan wedstrijd vechten. Dus ik hoop dat ik jullie zie. Deel deze video zoveel mogelijk. En ik zie jullie tot de volgende keer. Peace.